is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier of hier. Joepie, ja! Joepie! Mijn spreekbeurt gaat over jou voor de goochelaar. En hier zien jullie wat toverdrankjes, toverpoeder en andere spulletjes van Jelger. Dit is het Belderplan Sprookjesboek. Hierin staan allemaal verhalen die echt zijn gebeurd. Daarin zit het schilderij van de pophex. Dat schilderij mag je nooit uit die tas halen, want dan ontsnapt de pophex. En dat is heel gevaarlijk, want zij verandert mensen in poppen. Dit is omkeerpoeder. Het laatste beetje. Toen alle vrienden van Jelger een pop waren geworden, heeft hij dit gebruikt om ze weer mensen te laten worden. Ja, Merel, sorry dat ik je onderbreek, maar je begrijpt toch wel dat het niet allemaal echt is gebeurd? Het is wel echt gebeurd. Net als dat sprookje over Volmar. Hij wil ons allemaal voorgoed laten verdwijnen. Merel, het lijkt me beter als je nu stopt met je spreekbeurt. Een beetje fantasie is leuk, maar dit soort verzinsels gaan te ver. Pauze. Jullie kunnen lekker gaan spelen. Kijk dan. Zal ik haar eens bang maken? Hoe doe je dat dan? Met het schilderij van die pophex. Als ze die ziet, gaat ze helemaal flippen. Dat weet ik zeker. Durf je dat dan? Ja, tuurlijk. Wie is er nou bang voor zo'n stom schilderij? Zijn we heel Belderplas doorgereden en nergens is Stormvrouw te bekennen. Die zit vast thuis, pannenkoeken te eten. Ah nee, die is in de sprookjestuin. Hé, wacht eens even.
Ik ga in dat sprookjesboek lezen, want in dat sprookjesboek staat misschien wel beschreven waar die sprookjestuin is. Ga je weg? Ja, Sebastian. Ik ga naar school. Bedankt voor de rit. Kan je op school leren waar de sprookjestuin is? Merel. De pop-ex is hier. Stop met dat gelach. We worden allemaal een pop. Stop nou met dat gelach. Het is heus niet makkelijk voor Merel. Zij denkt dat die sprookjes echt zijn. Wij weten wel dat die pop-ex niet bestaat. Maar aan Merels fantasie bestaat het echt. Precies op tijd. Nou, ik hoopte al dat ze hiervan zou schrikken. Maar ik had jou gevraagd om die tas dicht te laten. Ik heb hem niet opengemaakt. Wie dan wel? De pestkopper had een pestpop. Thank you.
Hé, hey, kijk, daar heb je Volmar, de man die ons feest heeft gered. Homa, zo is het al genoeg. Ik ga proberen die pop-ex terug te toveren in de schilderij. Sorry dat ik je niet geloofde, Merel. Geef niet, juf. Maar als dat van die pop-ex waar is, dan is dat sprookje van Volmar en de stormvrouw misschien ook echt waar. Ja, dat heb ik toch al die tijd al gezegd. Hoe krijg ik die pophex terug in de schilderij? Hocus pocus hier. En, heb je de pophex al teruggetoverd? Alleen de mouwen. Ja, die toverspreuk is ook helemaal niet goed. Ik moet een nieuwe instuderen. Nou, dan doe je dat toch. Daar is nu geen tijd voor. We moeten eerst dat feest zien tegen te houden. Maar hoe dan? Nou, we gaan protesteren. Wat is dat? Dat zal ik vertellen. Kom mee. Het is belangrijk dat je zegt wat je voelt. Zegt wat je denkt en weet wat je zegt. Het is belangrijk dat je jezelf mag zijn. Dat is jouw goed recht. En als je wordt geflasht, dan gaan we in protest. Protest! Dan gaan we in protest. Protest! Dan gaan we in protest. Protest! Weg met de vlees! Weg met de vlees! Het is belangrijk dat je weet waar je staat. Staat voor je zaak, met je vuist op tafel slaat. Omdat dat nodig is, als niemand jou verstaat. En moet je meedoen met de rest. Wat heeft dat te betekenen? Wij willen niet naar jouw feest.